Hey, goeie middag. Als je op de fiets vlogt, is het dan een vlog met een F? Mag niet, hè? Maar je kan niet zeggen bike en vlog, dus het is een blog. Want dat is weer... Maar het mag niet, hè? Boefje ben ik. Maar goed, er zijn hier weinig mensen die last kunnen hebben van het feit dat ik maar één hand aan het stuur heb. Hoi. Camping, dicht. Dikke dicht. Verderop was het boomkroonpad. Dit is nu nog de Steenhopenweg. En die gaat in Paapvoort gaat die over op het Oostereind. En dan is het al mijn straat. Mooi, ja. Dus eigenlijk ben ik gewoon een buurman van het boomkroonpad. Leuk, ja. En bij de boomkroonpad woont de Lorke. Dus ik ben een buurman van de Lorke. Ja. Zo ga je van het New York van Groningen naar de Lorke in Drenthe. Maar ik moet wel zeggen, qua gevoel of zo. Gisteren toen ik van Drenthe naar Pekel fietste. Dan kom je eerst door het bos, helemaal leuk, Gasselte. Dan krijg je Gasselte naar Heveen. Volgens mij krijg je ook nog Gasselte naar Heveense Mons. En dan heb je de langere straatnamen mogen niet of zo. Dus Gasselte naar Heveense Mons is volgens mij wel een van de langste plaatsnamen van Nederland. Ken jij nog een langere plaatsnaam zonder spaties? Zet hem in de comment. Maar dan kom je in. Dan houdt het op, Drenthe. En dan kom je in Stadskanaal. En dan moet je in Stadskanaal moet je links. En dan moet je rechts richting Pekelwaas. En dan kom je bij boven Pekela, nieuwe Pekela, oude Pekela. Maar dat is toch minder mooi, vind ik. Maar ik ben een bosman, hè. Nee, ik ben een boogschutter, maar ook wel een bosman. En als het te open veld is, dan kan ik minder goed jagen of zo als boogschutter. Denk ik. Ik weet niet wat daar de... Maar in het bos voel ik me goed. Dus... Maar weet je waar ik me ook goed voel? Bij Nicolette. Zij maakt mij leuker of zo. Ik ben al best leuk van mezelf. Heus wel. En dat moet je ook tegen jezelf zeggen. Van, goh, ik ben leuk van mezelf. En ik heb niemand nodig om leuk te zijn. Maar zij maakt mij niet leuk. Zij maakt mij een klein beetje leuker. Dus dat is dankjewel daarvoor. En wat heb ik hier? Voor Successful Living, ja, nou ja, zij brengt, nee, nou misschien wel, misschien helpt zij me ook wel weer om succesvol te worden, in wat dan ook, wat het lot voor heeft voor mij, dat zij mij daarin kan helpen het juiste pad te vinden. Oeh, het wordt wel weer heavy, hè. Ik kan wel gaan vertellen van, goh, dat het een kwestie is van geven en nemen en dan zoveel mogelijk nemen. Maar ja, dat is ook weer flauw. Vooral nog eens heel plat. En voor hetzelfde luistert de moeder mee. En nou, moeder van Nicolette. Wij houden elkaars handje vast. En meer gebeurt er heus niet. Nee. Ik zal uw dochter niet... In schande, tot schande brengen of zo. In zonde laten begaan. Ja, stel je voor. Ik heb alleen wel een technisch probleem. Stel, ik heb genoeg moed verzameld zo. En dat is over weet ik veel hoeveel seizoenen en zo. Maar stel, ik wil op mijn knie. Stel, ik wil haar hand vragen. Haar vader is er niet meer. Dus aan haar vader kan ik het niet vragen. Dus dan moet ik toch de moeder nog maar even te vriend houden, toch? Hey, hoi, moeder van die, hoi. Hey, hoe is het met de... Staat de Google eraan? Hey Google, speel Nick en Simon. Graag gedaan. Oh. Nee. Hey Google, speel Leeuw Kleine, verliefd op je moeder. Zo dan, hè? Hoppa. Slablam! Die was een tijd weg. Slablam.
het is toch heus wel eens meer mijn lijfspreuk dan slablam of zo. Maar goed, ik ben nog niet zo ver om een webshop te openen met merchandise. Maar misschien moet ik dat wel een keer gewoon gaan doen. Toch? Dat is over de lol. Dat je gewoon heus wel t-shirts of zo kan kopen met dan iets mafkoen of zo. En slablam en... Maar goed, en koffiemokken. Niet theemokken. Of ook thee. Ja, mijn vriendinnetje doet ook wel iets met thee en zo. Dus ik was aan het denken, terwijl ik aan het fietsen was, van nou, is ook ver. Daar zat ik te denken van, goh, misschien is een theeschenkerij ook wel leuk. Ja, en lekker in de tuin, lekker wat zitjes waar mensen thee kunnen komen drinken als ze door het mooie Drentse land aan het fietsen zijn. Maar dat... Dat kan. Dat moet ik maar eens overleggen met haar. En dat moet ik niet doen over via YouTube, via vlog. Nee. Hey, maar ik ga de Oosterrijd op. Dus dan wordt de shit real. En ik zit op 6 minuten. Dus het is mooi. Ik zeg een fijne vrijdag. Het is een goede vrijdag. Ik ben voornemens om de Passion te kijken. Maar ik heb ook een vraag van Nicolette. Wil je met me gamen? En ik heb ook gevraagd, goh, wil je Star Wars kijken? Dat is wel erg, erg vriendjes ben ik dan, hè? Dat ik het voor je op te dringen aan. Of een lief vriendinnetje, dat ze dat dan gewoon zegt, nou, dat is goed. Dus ze is heel open-minded, nou, dat blijkt. Oh, wow. En je moet wat, hè? Als je alleen maar handjes vasthoudt. Ja, en het is ook wel, gelukkig, ik heb een goede logeerkamer, hoor, moeder van. Oh. Dat is wel. Er waren weer alle auto's in Drenthe vandaag. We hebben ze weer alle vier gezien. Oh, mooie cabrio. Maar hey, fijne vrijdag. En als je niks te doen vanavond, ga lekker de Passion kijken, toch? Leuk toch? Hey, leuk. En godsdienstelijk verantwoord. Toch? Hey, doei.